En ja, hele goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van de familie Lopi. We zijn allemaal represent, maar niet allemaal in beeld. Want Jeffrey is daar. Vee is daar. Ja, Jeff heeft een startje genaamd. Vee doet me nu echt denken aan een parkiet. Well, it's a special hairstyle. Let me put it that way. We hebben chudrant geperst, want die persing zat toch wel sommige al aan het schimmelen. Dit zijn mandarijnen, dat weet ik trouwens. Maar de persienappels zijn nu op. Mango hebben we ook aangevallen. En croissant hebben we ook nog. Wat een leven. Je krijgt een heel klein stukje croissant. En ze krijgt ook de mango pit. Kan ze sowieso niet in stikken. En ja, wordt ze lekker vies van, want we gaan toch daarna douchen. Dus prima. En ze krijgt ook een beetje chudrant. Dus dit is het feest. Dus ze heeft het mee moeten doen. En ik heb ook nog een normaal stukje mango gegeven. Ik dacht, ja, misschien als ze dat niet lekker vindt. Maar ze heeft nu eerst een dingetje uit de vriezer. Oh ja. En Vee heeft gisteren of eergisteren of zo best wel hard aan mijn tepels gedrokken, zeg maar, terwijl ze dronk. Dus ik merk wel dat ik nu echt, eigenlijk wel pijn heb ook aan mijn tepels. Dus daar ben ik niet heel blij mee. Ik had ooit in een kraampakket of in een gratis proefpakket. Ja! Had ik deze gekregen. Dat zijn een soort stickers met vocht of zo. Of speciale vloeistof. Een beetje tepel hield of zo. Dus ik ga die in ieder geval even meenemen. Deze neem ik mee omdat ik bij Art & Just dan even ga versieren. Chippies hebben we mee. En we hebben de quiche van gisteren mee. Ja, ik vind het een quiche. Maar courgette taart. Whatever you want to call it. En mijn laptop, want ik loop erg achter met de vlogs. Goed, maar eerst even eten. En deze weggooien zo. Ik wil het zo satisfying als we dan een volle hebben en dat we hem dan leeggooien. Dan voelt ze van alles hier thuis goed achter. Ja, minder praten, meer eten. Ja. Oh my god, jij bent zo schattig. Kijk er met die mango pit. Oh my god, wat lief. Oh. Zo kleine kanarie. Schattig, kleine kanarie. What did you do? Niet maar van je mango. Even kijken. Oh, ik mag je er wel. Wat een feest. En ik twijfel nu of ik een croissantje geef of niet. Misschien stikt ze de healthy stuff. Wie zit er bijna klaar voor? Daar zit die sushibol dus in, hè? Wil je die onderweg eten, zei je? Ik dacht gewoon in de middag eten bij je. Oké, dat is goed. Heb je in mijn bakje gedaan, hè? Zeker. Het gore lef van tegenwoordig. Nee, niet aan de... Nee? Nee, Vee, nee. Misschien kan beter eentje. Ja, top. Goed zo! Goed geluisterd! Ja, ze luistert tegenwoordig steeds beter. Hopelijk houden we dit vast, dan wordt het niet erger. Keep on dreaming. Maar in ieder geval, ik ga zo even naar de auto met Vee. Met alvast wat spulletjes, de draagzak en ik denk dat ik de koffer meeneem. Dan ga ik even de afwas doen en dan kan hij zo met de trap komen. Ik heb al een tiet gegeven, dus we're ready. En we hebben net ook de luierwas nog last minute gedaan, dus die heb ik ook uitgehangen. Super chill. Yeah. We zijn aangekomen in Duitsland, want we besloten om eerst te tanken. Oh ja, wow. Dus dat is wat chill, because it's necessary. En aangezien het in Nederland veel te duur is, het is hier nu 207, of 2,07 euro. Eerlijk. Dat is redelijk goedkoop nu. Terwijl het grappig is, een paar maanden geleden, toen we bij mijn vader waren, of toen we met mijn vader waren, toen... Een paar maanden geleden. Toen... Nee, Vee was wakker omdat je die klep opendeed. Ja, en waarom deed je de klep open? En omdat we stopten. Om mijn vlogcamera te pakken. Real love. Real love. Maar toen, een paar maanden geleden dus, gingen we langs de snelweg tanken. En toen was het 2 euro nog wat... per liter. En toen zei mijn vader, ja, het is echt super duur langs de snelweg tanken en zo. En bizar dat we dat toen een hoge prijs vonden, 2 euro nog wel. Terwijl nu zie ik 2,07 euro en denk ik, oh, fijn, wat goedkoper. Terwijl eigenlijk is het natuurlijk fucking duur. Maar ja, Vee vindt het ook. Shiner en ik pak meteen uit met courgette taart en ik het trek. En we gaan lekker buiten zitten. In de zon. Nou, ik we gaan lekker naar de krutvat en de neuspray halen. Niet voor mij.
ben hier met mijn beste vriendin Jessie. Maar die mag niet op de vlog. Dus ik heb net je flannel gefilmd. Lekker boodschappies gedaan voor twee huishoudens. Ja, ja. Yo, ik weet eigenlijk niet eens of ik verteld heb, maar... de kibwraps. En ze zijn nu op. En ik wilde eigenlijk on the hunt naar Albert Heijn voor nieuwe vegan toetjes. Want ik dacht dat ze die hadden. Maar die hadden ze niet. Met onder andere chocolademousse en cheesecake en zo. Maar die hadden ze niet. Dus ik snapte het niet. Maar dan schat ik wel deze nieuwe vegan Ben & Jerry's maak. Sunday Non-Dairy Berry Revolutionary. Dus ik dacht... Why not? Dus ik dacht, why not? Een feest laat. Dankzij deze man. Ja. En dankzij mijn tiet. Oh, hallo. De beschrijving is... Raspberry of sandwich cookies and chocolate cookie swirls with a soft swip top caramel swirls and chocolate chunks. Ja, dat klonk goed. En chips. Deze hadden nog left over. En het ijs is lekker, maar ik vond het wel verwarrend, want... De bovenste laag was dus vanille ijs. Met daarop chocoladestukjes. En daaronder zat dus een hele andere laag ijs. Met dus dat frambozen smaak en zo. Wel apart. Maar wel lekker. Maar ik weet niet of ik hem nog een keer zou kopen. Maar ja, Ben & Jerry ijs was wel lekker. En ja, hele goedemorgen. Welkom bij deze zondag. Het is vandaag. Oh, je wil er langs natuurlijk. Dat kan hoor, dat kan. Ga maar. Mij kan je er net langs. Wil je dat mama jou optilt? Oké, nou, wij gaan nu even ontbijt maken. Mama moet nog even de tafel leeghalen. En dan gaan we samen spelen. Zie je, ze stikt inderdaad. Ze is een magnol. Goedemorgen. Ik had al goedemorgen. Oh, je had al goedemorgen. Ik heb hem al lang geopend. Oh, daar heb ik jou niet voor nodig. Maar daar. Waar? Op haar. Weet je, Sudrans kreeg en voor het eerst een eitje. Een eitje. Dus ik weet niet of ze het echt lekker vond. Ze vond het broodje leuker. Met kokosolie. En I'm an ostrich. Nou, ik heb net lekker gedoucht met Vee. En ik ga even alle was opvouwen hier. En wasjes doen. Het is echt lekker weer, dus ik kan het ook lekker buiten hangen. Ik heb ook allemaal dingen van ons. Niet alleen de was van hier. Maar ik dacht, ik help een handje. Want ik zag een hoop was liggen. Dus ik dacht, ik spring even bij. En ik moet mijn haar even borstelen, want dit is niet te doen. La, lunch break. Ik vind de quiche echt perfect. I like it. Even een guacamole ingemaakt. Een getoast brood. Duurt lang. En het eindresultaat van de 50 jaar oude collega. Dinsdag is ze 50 jaar. 50 sucks or blows your mind. En dan sucks van de suikersnoepjes. En blows van de kauwgomballen. Ik vind hem leuk. Yeah. En we gaan fretten. Veetje krijgt deze nasi. En wij krijgen deze nasi. Lekker nasse. Hele goedemorgen, welkom bij deze maandag. Ik ben veel eerder wakker dan nodig is. Maar nou ja, het is wel nodig, want ik moet eten geven en zo. Ik heb geholpen met verschonen. Piet is klaar voor. Dit Pietertje. Dit Loman Pietertje. Wordt aangekleed. En ja, we moesten er wakker maken. Net. Dat was helemaal mokkie. Zo schattig. Wel echt zo ironisch dat wanneer wij het vroeg vinden... En mevrouw wakker is dat ze echt vol om is. Vanaf één beweging al van ons. En op het moment dat we haar wakker moeten maken. Dat je echt voor mijn gevoel 10 minuten lang haar wakker moet proberen te maken. Het
echt grappig. Want we gingen er op alle manieren proberen wakker te maken. En ze bleef maar weer liggen en haar ogen dicht doen. Echt alsof het een klein pubertje was. Echt een boef. Nu ga ik het niet geven en dan ga ik ze even vandoor. Ja. Doei, liefies. Doei. En ik ga even kijken hoe lang ik nog kan snoezen. Oh, het is nu 8:10. Ik ga nog even 25 minuten slapen. Lijkt me goed. Oké, misschien heeft Veet wel van mij. Ik ben echt moeilijk mijn bed uit te rammen. Mijn wekker ging 8:15. Het is nu 8:30. En ik heb zoiets van, ik moet nu echt kleding gaan aandoen. En mijn laptop erbij pakken. En de blinds open doen. Oh, ik voel echt dat ik een uur minder geslapen heb. Waarschijnlijk niet, maar voor mijn gevoel. I'm using it as an excuse and it works for me. Biertje erbij. Hola, ik heb het idee dat vandaag echt mijn drukste dag ooit is. Als je me hoort kolven op de achtergrond, dat klopt. Ik deed dat ook nog even snel tussendoor, want over 9 minuten heb ik dus een meeting. Dus ik ga denk ik nog 4 minuten kolven. En dan ga ik die meeting in. Of dan ga ik me eerst even omkleden. En dan die meeting in. Ik heb een bordje, ja. Ik heb hier niks meer aan. Maar ik heb een cracker gegeten met vegan kruidenkaas. Van, ik weet of niet hoe dat merk heet, maar ik kan straks nog wel laten zien, want ik denk dat ik straks nog wat neem. Want 2 kleine crackertjes zijn natuurlijk niet genoeg. Dus dat. Time for more food. Nou, het lijkt heel erg, maar ik heb echt het laatste. Er was echt een klein randje nog. Met rijstcrackers en kruimels. En ik moet zeggen, ik vind normaal die rijstcrackers, zeg maar, op een gegeven moment. Ik weet niet of vervelen het juiste woord is, maar op een gegeven moment heb je er gewoon genoeg van. Dus niet dat je zo'n hele pot leeg kan. Maar die kruimels, hallo, die waren echt next level. Ik zou het eigenlijk gewoon moeten verkruimelen en dan gewoon die kruimels moeten eten. Dus ik heb hier ook nog chips liggen. Ik ben echt in een slechte bui. Ik heb echt zin om te snijden. Ik heb net Veetje gehaald en ook mijn partner is inmiddels thuis. En we gaan de pizza proberen van Dr. Oetker. Eindelijk. De vegan barbecue jackfruit pizza. Ik ben benieuwd. Maar Vee heeft nasi nog van gisteren. Ja. Oh, en ik heb zo weer een call. Voelt echt alsof ik de hele dag aan het werken. Dat is ook een beetje zo. Gebeurt er allemaal. Ik laat het alles op de grond vallen. Oh ja, wat je gemist hebt trouwens. Ja. Is dat ik een schroef kwijt ben geraakt van het kinderzitje. Oh. Echt super dom. Ja, ik ben er tegengeklopt. Echt super dom. Ik heb het neergezet op de grond en kon het niet meer vinden. Dus ik heb 2 nieuwe schroeven besteld. Ik weet niet heel goed wat ik ervan moet vinden. Het heeft een hele grote Big Crush, dat vind ik wel lekker. Dat is American. Ja. American. Maar het smaakt wel apart, de jackfruit. Beetje zoet met barbecue saus. Interesting. Ja, ja. Pepperoni pizza. Daarmee? Ja, gehaald. Ik wil jullie nog heel even een stukje chocolade. Ik heb net pure chocolade gegeten. Dat was wel interessant. Het ging over een lifestyle app waar ik aan meewerk. En dan legt ze uit hoe die app werkt en zo. Dus, ik moet nog douchen eigenlijk. Iets met cadeautjes en zo. Dat is het enige wat hij onthouden heeft. Geen onder andere over gezond eten, sporten, zingeving, rust in je hoofd en cadeautjes blijkbaar. Dat was een klein onderdeel ervan. Dat je, als je die doelen behaald had met die app, dat je dan een cadeautje mocht openmaken. Maar het is wel duidelijk waar het je omgaat. Precies. Ik ga zo nog even douchen. Morgen ga ik extra vroeg opstaan ook. Ik ga helpen met versieren voor de verjaardag van een collega. Schattige foto. Die is even gemaakt. Ik had dus een klein stukje pure chocolade net in de theepot. Dan was ik nog een klein stukje. Toen dacht ik, ja. Terwijl ik een lezing kreeg over gezonde voeding, nam ik een stukje chocolade. Ja, ja. Het is minder erg dan een hele lezing krijgen over wat goed voor je is en alleen aan de cadeautjes denken. Heb je dat met kerst ook, dat je denkt, boeien samenkomen, boeien eten, boeien gezelligheid, cadeautjes? Nou, eigenlijk niet.
De winterkid leek met z'n allen. Ja, maar cadeautjes ook wel een leuk extra. Met zo'n kleuter. Deze man wil alleen maar cadeautjes. Ik ga zo douchen. Ik ben een smelly bitch.